Het is nou jouw vierde dag, geloof ik, hè? Of niet? Klopt dat? Ja. Ja. En die andere dagen heb je allemaal gehaald? Eén dag heb ik niet meegedaan. Eén dag heb je niet meegedaan? Nee. Oké, en heb je ons ook geoefend voor deze... Heb je er ook voor geoefend, voor dit? Thuis wel een beetje. Thuis een beetje geoefend? Ja. En zometeen lukt het wel, hè? Ja. En hoe heet je anders? Mika. Oké, Mika. Goedenavond. Goedenavond. U bent Barry Hartsuiker van de Trimloop hier in Meppel. Ik ben bestuurslid en ik zit in het wedstrijdorganisatiecomité van AV De Sprinter hier dus. Prima. En vandaag is het de laatste avond, als ik me niet vergis. Ja, we hebben dus de laatste avond van de Trimloop-vierdaagse voor de 32e keer alweer. En het lijkt net of de Trimloop altijd met een zonnetje is geboren en dat zien we vanavond ook weer. Ja, je hebt geluk, want hoe was het vorig jaar? Vorig jaar hadden we één avond, dat was wat minder, maar de rest was allemaal ook perfect. We hebben wat dat betreft hebben we een engeltje op onze schouder zitten. Van Dinkstede, die loopt met een groep. Die lopen met een groep van meer dan 100 deelnemers, lopen ze mee op de 6 kilometer. Oké. En je had het al over Dinkstede, geloof ik, hè? Ja. En wat voor kinderen doen er, geloof ik, al mee? Hoe gaat het nou eigenlijk? Wat zijn nou de leeftijdscategorieën? De jongste deelnemers die zijn dus zeg maar vanaf 6 jaar. Die lopen dan de 1 kilometer. Okay. Jij heet? Ik heet Bram. Bram. Dit is de laatste avond, hè? Ja. Ja, hè? Ja. En hoe ging nou die andere avonden? We hebben niet echt avonden getraind. We trainden na school of in de gymles. Wij allemaal gaan ze halen. Okay. Ja, dus komt goed. Zeg succes. Ja, dank die lopen zeg maar tot een jaar of 10, 12 is dat ongeveer. Dan heb je de 3 kilometer. Die lopen dan van 12 tot 14, 12 tot 15 jaar ongeveer. En daarna heb je dan de 6 kilometer. Dat zijn al wat grotere kinderen en wat senioren zitten er ook al bij. En vanavond hebben we dan vooral op die 6 kilometer die enorm grote groep van de Dinkstede. En dat zijn allemaal kinderen van tussen 12 en 14 jaar. Okay. Dat zal een hele opgave voor hun wezen om die 6 kilometer uit te lopen. Zijn er ook docenten die meedoen? Er loopt een hele grote groep van docenten mee. Ik meen iets van 20, 25 docenten lopen er mee. Oké, leuk. Zo'n avond, of ja, avonden, die 4 avonden organiseren, dat is toch heel wat. Want er zijn nog... wat zijn nou de laatste mensen die ongeveer binnenkomen? Hoe laat komen de laatste mensen ongeveer binnen? De langzaamste op de 10 kilometer, die doen er ongeveer 1 uur en 10 minuten over. Oké. Maar dan loop je nog met een gemiddelde van bijna 10 kilometer per uur. Ja. Nou, en dat neem ik elke keer mijn petje af. En ik vind het met name, als je het ook ziet op de 6 kilometer, hebben we dan de meneer Wouda. Dat is onze oudste lid toevallig ook nog. Die meneer is 82 jaar. Okay. En die loopt dan 6 kilometer. En nou, chapeau. Ja. Geweldig. Ja. Ja, ja. Nou ja, en als het goed is, dan krijgen ze allemaal aan het eind krijgen ze een medaille. Dit jaar hebben we gekozen voor wat anders. Ze krijgen allemaal een echt Fries suikerbrood. Zeg, ik wens u een hele goede avond deze avond. Dank u wel. En jullie bedankt voor jullie belangstelling hiervoor. Oké, graag gedaan. Oké. Ja, kijk. Daar gaan ze. Er is onmiddellijk al een kopgroep. 1000 metertjes hardlopen. Terst, het laatste restje energie eruit. Hij komt inderdaad met een prachtige tijd. 3:51. En daarmee is hij sneller dan Jesper Mulder. Goed. Dylan Lucas. En daarachter. Dat is een echte baanatleet. Kijk eens, 5 minuutjes en 45 seconden. Goed gedaan voor Moes, Stella en mensen. Een applaus voor de drie-stijl. Jij heet? Thomas van Stegen. En jij gaat, welke ga je doen? Welke afstand? De 3. 3 kilometer. Ja. Ja, en heb je al verder geoefend? Ik train elke zondagavond. Ja, en ook zij gaan natuurlijk. Hoe kan het doen? Maar daarna moeten we weer dat finishvak vrij hebben, want 50 zeg. Heel erg goed. Hartstikke mooi. Jonge atleet. Oké, hoe voel je nou? Best wel moe. 3 kilometer. Best wel? Moe. Moe, ja oké. Okay. Nou, jij was degene die het snelst was, hè? Ja. En hoe was dat bij de andere dagen? Ja, was ik ook wel de snelste. Toen was je ook de snelste. Goed gedaan. Van Daphne Dikke, snelste meisje. 13 minuten. Goed zo, we applaudisseren nog eens voor Jasmijn en Daphne. Dames, hartelijk dank. Met dat startnummer 826 uit Staphorst loopt hij naar een mooie tijd. 20:12 als eindtijd hier. Arjan Swiers, die deed dat keurig.
Dan gaan we ook finishen met startnummer 500. Anne-Sophie Kok. En Anne loopt voor CSG Dinkstede. Is vast. De atleet die zijn borst over de finishlijn drukt. Bart Grasmeijer. Monique de Goede. 30 minuten 26 seconden op de klok hier bij de finish. René Santing. Applaus hier voor de beste drie. Wettermo, Jansson, Alwin, Burgerlachterij. Applaus voor Tara en Miu. Zij zijn onderweg. 10 kilometer bij terugkeer, dus nog een volledige ronde hier op de baan. Snelste man. Geenstraat, 34 minuten bij die derde van de 10 kilometer. Met startnummer 93, Jan Scheenstra, 34 minuten, 23 seconden. De finish van Kim Koster. Dat betekent dat we zo rondkijkend alle atleten binnen hebben en dat we over kunnen gaan tot de prijsuitreiking. Applaus voor Michiel en Kasper. En wij applaudisseren nog voor Albert, voor Gerard, deze categorie goudvrouws. Even een applaus voor Linda, Mirjam, Eline. En we gaan naar de winnares, Natasja Koestra. Natasja, kom op het podium. Ik zal even voorlezen wat jij daar draagt. Lopen voor Sonny, te baten van de oncologieafdeling B6 ziekenhuis Meppel. Je kunt er vast iets van zeggen. Wij gaan voor het goede doel lopen om een tweepersoonskamer om te bouwen tot een eenpersoonskamer. Waar mensen kunnen sterven. Die niet thuis kunnen of willen sterven. En daar gaan we dus van alles voor doen. Dus daar samen we geld voor in. Hartstikke goed. Applaus voor het geweldige doel. Natasja Kusto, niet dat even duidelijk worden, maar zij verloopt. De drie straatsen aan de schoog. Wij applaudisseren voor Akki Kora